Yo mensen, vandaag hier weer aan voor rest. Vandaag toon ik jullie weer een way to Call of Duty Ghost. Ik heb besloten om de campaign niet meer verder te spelen. Het was leuk die campaign, maar iedereen heeft deze vast wel één of meerdere keren uitgespeeld. Dus zal ik wat multiplayer doen. Ik ben bijna Master Prestige en we doen nu way to Call of Duty Ghost. En we proberen Master Prestige te worden. Tegen dat Call of Duty Ghost uitkomt. Nog 9 dagen, precies. Dus je ziet, level 51. Rank 10, of prestige 10. Dit zijn mijn classes. Ik zal vast met de M8A1 schieten. Vind ik nog een goede gun. En ja, altijd een domination. Ik vind dat een goede game mode. De mensen die hierin spelen zijn niet zo goed. En ja, je kunt er nog nice score streaks mee halen, hè. Op grind. Dus ons doel is Master Prestige zijn, tegen dat de Call of Duty Ghost uitkomt. Dat is ons grote doel. Oh, damn it. Ik zal wel heel slecht overkomen voor sommigen. Omdat ja, mijn Black Ops, zoals ik al gezegd heb, was kapot. Yes. Oh, damn. Securing B. Be advised, hostile care package inbound. Niemand daar, oké. Damn, EMP systems. Het zijn weer zo'n super pro gasten. Dat is check in de noodmoment. Oh damn. Mijn sentry gun al. Het is moeilijk, hè. Het is moeilijk. We kunnen de sentry hier in de rug nemen. Twee, vier. Slecht. Ik ben blij dat ik Black Ops terug heb, maar... Het is echt een boeltje geworden. Sinds dat ik weer ben multiplayer te spelen. Ja, de andere mensen hebben me ook kunnen doorspelen en pro kunnen worden. Ja, ik was pro. Ik zat op een soort van hoogtepunt. Toen mijn disketje kapot gaan is dus, bijna Master Prestige en zo, voor mij is dat toch wel een hoogtepunt. Zo. Ah, ik spray veel te veel, echt waar. Ik heb echt. Express deze gun genomen. Securing Alpha. What the fuck? Friendly lightning strike inbound. Ah, ze zijn echt goed. En mijn aiming is echt super slecht geworden. Vroeger had ik zo goede aiming. Ik mikte altijd meteen op de... Ja, op de... Op het ventje, zoals je zo kunt zeggen. Securing A. Gotcha. Capture kill, nice. Come on, come on, come on. Yes. Zalig. Ah, yes. Nog een round. Nog een round. Yes, yes, yes. Ik heb UAV. Nu ben ik echt al blij met UAV, joh. Omdat ik zo slecht speel.
ik zal niet alle matches recorden om naar Master Prestige te gaan, gewoon random enkele. Dus, we gaan UAV. Oh. Zo. En als ik dan UAV doe en enkele UAV assist krijg, is het goed. Dan zou ik hem nu zo moeten activeren. UAV inbound. Bravo. UAV assist. Hellstorm missile inbound. Daar zal iemand komen, denk ik. Krijg je geen UAV assist van Scorstreaks? Jammer. Oh damn, waar stond die box in bed? Ja, ik weet, ik zit nu een beetje op de camera. Het is om het Scorstreak te halen, dus ja. Oh, securing me. Securing Bravo. Securing B. Bravo lockdown. Friendly hunter killer drone deployed. I'm out. Care package inbound. Bam, bam, bam. Mijn teammate had mijn been al gekild. Oh, it's close. Oké, ik zal het eigenlijk nooit halen. Er komt hier geen vijand. What the fuck? Sentry gun en al. Dat komt niet meer goed. Ah, van de zijkant misschien wel nog. Oh damn. Ja, het is echt wel iedere keer close. Yes, eindelijk. Oké. Gaan we voor de orbital? Zo'n proberen. Zie je veel te veel spray. Securing C. Zo niet met de B3 te tellen. Voor de fun. Dit was de worst play app. Yeah.
ik dacht dat ik de final kill had. Nee, niet leuk. Oh, nice. Maar iedereen in Black Ops speelt met submachine guns. Ik speel ook graag eens met assault rifles. Solid execution, good job. Dus ja, hier zie je, bijna level 51. Je zal nog één potje spelen om level 51 te zijn. Hè. Ik zal eens andere scores hier zien buiten. Dus Hunter Killer, Care Package en Hellstorm is nog niet te hoog. Bijna level 51. Dan nog 4 levels te gaan. En als ik die 4 levels klaar ben. Ik zal zeker proberen te recorden op het moment dat ik Master Prestige word. Ze zeggen dat er dan staat, you have unlocked everything. You can now, you don't need unlock tokens anymore en al die dingen. Dus ja. Dus met New York koop ik ook een capture card device. Een Roxio Game Capture. Zal ik waarschijnlijk kopen. Dan zal de gameplays er al wat beter uitzien dan deze webcam kwaliteit. En zal er minder lag op zitten. Op lag. Deze map vind ik eigenlijk wel nog lekker. Je kunt daar boven een beetje blijven en het huisje voor jezelf gewoon hier. Oh damn. Die kerel is goed. Hij is daar duidelijk. Damn. Oh, nice. Call of Duty Ghost Combo. Nice. Hij is duidelijk kwaad. Hij praat door zijn headset. Ik denk dat hij wel lekker aan het quickscope was. Of hardscope. Quickscope, denk ik. Securing Alpha. Ah, damn. Alpha lockdown. MSMC vind ik ook een nice gun. Zeg jullie maar in de comments met welke gun ik het volgende match moet spelen. Zal ik dat zeker doen. Daar zit hij toch? Maar waar is hij opeens? Bastard. Waarom gaat hij terug? AGR, what the f- Gotcha, bitch.
Oh, dude. We're being dominated. Go on the aggression. Securing Charlie. Charlie. Securing Bravo. Going explosive, get us in. Be advised, hostile UAV incoming. Ik heb echt geen kans tegen die had. Die vijf, come on. Ik zal eens de andere kant nemen. Hier. Nee. Oh, camper echt. Die had camp super hard. Ik zal nog niet zijn level op zijn denk ik. Wat de fuck, die kerel was daar. Echt waar. Het lukt echt niet meer. We gaan de MSMC uithalen dan. Oh fucking damn. Oh damn. Oh damn. Daar komt de AGR. De AGR is daar. Oh damn, hier komt zeker iemand. Waar is de AGR? Oh fucking hell. Het was wel nog grappig met de AGR. ik vind hem echt nice. You know, can play. Scorpion. Voor de Scorpion moet je wel goed aiming hebben. Denk ik. Ik heb Call of Duty Ghost ook gepreorderd, maar in de Game Mania en Iper. Dus ja, Black Ops kan ook niet weten. Dus ik heb de camo niet. Cyborg vind ik ook een heel nice camo. Ik heb er zeer lang niet gespeeld. Yes, level. Level 51. Hier komt iemand. Oh, dat is heel snel aiming. Turkiller is online, vriend van mij. Not that much. Sluit ik de episode af. Oh, damn. Ik had daar nooit zien staan. What the fuck. Zal eens mijn NPC proberen, hè. I'm terrible. Echt waar. Ik kan dus geen Black Ops meer spelen, maar ik doe het toch voor jullie, want ja, ik zal de episode niet gewoon eindigen. Ja, 3-11 slechts. Fantastische score ever. What the fuck? Duty killer. Het is wel een beetje zenuwachtig. Als ik niet join, weet hij dat ik aan het recorden ben. Dus. Ik moet eigenlijk ook heel snel naar het toilet. Leuk om te weten, hè. Ja. Oh, hier vind ik een goede spot. Zo, hier. Wow, damn, wat een guns hebben ze allemaal. Kijk, de PDW is beest, jongen. Niet normaal.
Good day. Ik ging weer door de wc als ik hem niet had. De M27 hier vind ik ook nog een nice gun. What the fuck? Oh, ik heb toch nog assist. Oh. Maar die is al lang weg. Oh, echt waar. Oké, ik ga gewoon leven. Ik heb level 51 bereikt. Ik ben blij. Level 51 zie ik, heb ook het AF Gamer embleem. Het ziet er oranje uit, de achtergrond, maar het is eigenlijk wel rood. Dus ik hoop dat jullie hiervan genoten hebben. Ik zie jullie op mijn volgende Way to Call of Duty Ghost.